In deze video ga ik tonen hoe je met VLC Media Player een video kan bewerken, of toch een stuk van de video opnemen en op die manier een nieuw stukje, een korter stukje video maken. VLC Media Player kan je downloaden vanaf www.videoland.org/VLC. Het is een gratis programma, makkelijk te gebruiken. En zodra je het gedownload en geïnstalleerd hebt, kan je Media Player opstarten. Standaard, als je het opstart, ziet dit er zo uit. Om een stukje film te kunnen opnemen van een andere film, moet je eerst naar weergave gaan. Je klikt geavanceerde besturing. En dan komt er een aantal extra opties hier onderaan in uw balk. Ik ga nu eerst een bestand openen dat ik klaar heb gezet. Bijvoorbeeld een stukje TED Talk. Stel dat de TED Talk dat je maar een onderdeeltje van moet hebben. Bijvoorbeeld vanaf 1 minuut 50. Je hebt vooraf gekeken en je zegt vanaf 1 minuut 50 vind ik het interessant tot pak 2 minuten 10. En dus 20 seconden film. De rest is voor mij te lang. Je zet je video klaar. Je klikt op de record button hier en dan op de Wanted play to button. have access to it. Yes, there's issues about how money should be distributed, and that's still being refigured out. Ziezo. Ben je klaar? Klik je op de opnemen button. En er gebeurt onwaarschijnlijk niks. Klopt niet helemaal. Eigenlijk heeft VLC nu al een video aangemaakt voor jou. En die vind je terug in uw map video's. Dus onder documenten heb je een map video's. En daar ga je de bestand dat je net Yes, there's gemaakt issues about money should be distributed, and that's still being refigured out. Ziezo. Dus ik heb nu een stukje beeld opgenomen. Ja, het is heel makkelijk, maar het grote nadeel is, het is goed om korte stukjes uit een video over te nemen. Gaat het over lange video's, ja, dan moet je heel veel opnemen. Denk ik is het beter om naar andere software te gaan. Iets professionelere software, à la Premiere Elements of heel professioneel, Premiere Pro of andere videobewerkingsprogramma's. Maar hier kan je dus wel heel makkelijk toch al een aantal dingen aanpassen.